ik ben Lisa Schut, ik ben 15 jaar oud. Ik hou enorm veel van rennen, dansen en zwemmen. Ik vind rennen heel erg leuk, omdat je ontspant je en je kan gewoon relaxen en je bent helemaal vrij. Ik ben Robin van Kampen, ik ben 15 jaar oud. Als ik thuis ben, dan zit ik wel veel achter de computer. Buitenschool fitness ik wel veel, een stuk of 3-4 keer per week. Okay, ik ben Anis Giri en ik ben 15. Buitenschool vind ik vooral interessant om wat te sporten. Bijvoorbeeld tafeltennis, vooral omdat het een hele interessante en actieve spel is, zeg maar. Vandaag ging ik een spelletje doen met mijn vader, dus dat werd schaken. Ik legde hem de regels een beetje uit. En ik won meteen, dus dat was een beetje verbazingwekkend. Toen ik 6 jaar was, heb ik een boek gekregen over schaken. En dat vond ik heel interessant. En toen ik 7 jaar was, ging ik naar een speciale schaakschool in Rusland. Mijn moeder gaf ongeveer 3 keer per week les op een schaakclub. En ik ging elke keer met haar mee en op een gegeven moment besloot ik dat ik ook het wou proberen. Schaken is een heel bijzonder spel. Je hebt eigenlijk heel veel mogelijkheden en je kan het hele leven doorspelen. En dan heb je nog altijd iets wat je niet weet. En met schaken is het toch zo van ja, ik ben nu 15 en kan gewoon van iemand van 35 winnen. En niemand kijkt er meer van op, zeg maar. Wat ik leuk vind aan schaken is dat het altijd anders is. Het is een soort een puzzel en je krijgt nooit dezelfde stelling op het bord. En daarnaast vind ik het ook heel erg leuk om te reizen. Ik ben in veel plekken in Spanje geweest, laatst het EK in Italië. Nou, dit jaar zou ik weer naar Griekenland toe gaan voor het WK onder 16. Turkije of Italië of Kroatië. Zelfs Vietnam een keer, Georgië. En ik heb ook een keer in Curaçao gespeeld. En dat was heel erg leuk omdat het zo warm daar en ik heb ook gezongen met de dolfijnen, wat heel leuk was. Het verschil tussen een beetje het oude schaken en het schaken van nu is natuurlijk vooral ontstaan door de computers. Je hebt bijvoorbeeld heel veel servers als Playchess. Dan ga je gewoon daar inloggen en dan kan je tegen heel veel duizenden schakers spelen. We hebben ook heel veel meer contact via Facebook en MSN. En dan kan je met iemand een tijd afspreken bijvoorbeeld. Of je speelt gewoon met iemand anders die online is, tegelijkertijd. Door die machines kan je gewoon heel erg makkelijk op jezelf beter leren schaken. En nieuwe dingen ontdekken die je vroeger uit boeken of van trainers moest halen. Dat is een groot verschil. Dus nu kan je bijvoorbeeld in 7 jaar net zo goed worden als iemand die vroeger 20 jaar geschaakt heeft. Er komen heel veel extra dingen bij kijken en dat maakt het hele, ja, de hele omgeving om de wedstrijd heen ook wel wat tenser, wat spannender. En dat vind ik gewoon wel, ja, vind ik wel heel gaaf. Als je wint, dan voel je dat je iets zag wat je tegenstander niet zag. En dat is ook wel interessant. En je moet gewoon beginnen en dan zie je wat er leuk aan is. Heel veel mensen denken dat schaken alleen voor nerds is en dat ze niet sociaal zijn, maar look at me. En er zijn heel veel mensen net zoals ik en ze zijn heel sociaal en gewoon leuk om mee te zijn. Deze film is tot stand gekomen dankzij ondersteuning van Slim.nl, de goedkoopste ICT-webwinkel voor het onderwijs. Slim.nl wil de ontwikkeling van jonge mensen stimuleren. De hersenen hebben enorm baat bij schaken. Kinderen worden door schaken letterlijk slimmer. Daarom associeert Slim.nl zich graag met de KNSB en het internetschaak voor de jeugd in het bijzonder. Met dank aan NOC-NSF en Hotel- en Congrescentrum Papendal. Deze film is gemaakt in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond.